Welcome, this is the Energy Vibration Lesson for the Fifth Sun, Moon, and Rising Sign. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de Positive Energy Vibration Lesson. Dames en heren, we gaan even bekijken wat hier. This is the month van juli, and the month van juli is the energy van de zon. And the energy van de zon is zo powerful. Heel veel van jullie gaat op vakantie, dus geniet daarvan. En niet vergeten om te luisteren naar de Sun, Moon and Rising Sign, okay? Mijn keel gaat dus daarom. In de eerste week hebben jullie de energie van een aarde element, okay? Dus in de eerste week hebben jullie de energie van een aarde element. En dit is best wel goed, dit is best wel positief. Sommigen van jullie hebben een issue met organisatie en met je boss. Maar je krijgt een goed, strong, stabiel teken deze mensen. Goed, strong, stabiel teken deze mensen. Deze week water energie beoordeling. Je pak iemand aan de daden wat ze hebben gedaan. Okay? Dus dit is best wel goed. Dan heb jij een ontrecht wordt gebalanceerd. De ontrecht wordt gebalanceerd. De ontrecht wordt gebalanceerd. En dan hebben wij de energie van de keizerin. Nou, de energie van de keizerin is een zeer positieve energie van weken stoort. Dat sommige van jullie. This laatste week is een meer nurturing week. En this laatste week is een week waar je gaat even connecten met een steenbok persoon. En dit kan een twin flame of soulmate. Okay? Dus dit is goed. Voor jullie hebben echt in de eerste weken de stier mensen komen binnen om jullie om te helpen. Als je bent een jonge mensen, iemand in een institutie, een government institutie of organisatie gaat je best wel helpen. Teken je ex-boss van een situatie. En er is een beoordeling gaat uitkomen over je boss, over iets wat hij heeft gedaan. Okay? Dus je ziet de beoordeling en justice komt op in de derde en vierde week. Vanwekens dat een institutie, organisatie gaat onderzoeken precies wat is gebeurd en kom achter wat een ex-boss aan jou gedaan. Nou, de jonge mensen, je krijgt een goed stabiel in je leven, okay? Sommige van jullie gaat even verhuizen naar nieuwe werkgever. Sommige van jullie een werkgever is onder investigation en die gaat je even vragen om te liggen voor ze. Doe maar niet. Niet doen, niet doen, niet doen. Ik ga even iets aan jou vertellen over organisatie. Je kan ze helpen al je wil, maar als ze wil jij uit willen krijgen, niet doen, lig voor geen boss, geen organisatie, lig daar niet voor. Laat ze even met zijn sausje opruimen. Oké? Okay? Niet doen. Sommige van jullie jonge mensen hadden iets had gezien, een deceptive situatie gebeurd tegen u of iemand. En je hebt het opgegeven. En doordat je hebt het opgegeven, je wordt vergoed hiervoor. Of vergoed hiervoor. Sommige van jullie worden vergoed hiervoor. Sommige van jullie krijgen een goed woord. Okay? Vanwege doordat je hebt opgegeven de deceptiveness dat je hebt gezien. Sommige van jullie, mannen 45 jaar en ouder, gaat best wel. Als je hebt een bedrijf, ik zie je even jonge mensen aannemen, jonge mensen zitten te so it's a steunen voor sommige van jullie. Je gaat je kinderen helpen op een scholarship of
overal met je kinderen om even een goede school te gaan vinden. Beoordeling, kom op voor een stiermaak of stembokman. Kom beoordeling op deze persoon. For whatever the reason, beoordeling kom daarop. Ik ken een ex-man. Ik ken een scheiding dat eindelijk komt tot een einde. Ik zie hier een nieuwe stad dat komt op. Ik zie hier feestje. Mensen zitten vieren en dat is best wel goed. Ik zie nieuws komt binnen voor jullie mannen, 45 jaar en ouder. En deze nieuws komt binnen van een steermaak of stembok. Dit kan een oude vriend. Ik ken een same-sex relatie. Ik ken een oude vriend of ik ken een broer, een opa, oma, opa, een boer, een schoonmaal, heel goede vriend. Maar ik zie heel veel communicatie tussen deze persoon. De mogelijkheid ook is dat deze persoon, jullie kunnen samen gaan werken. Oké? Samen gaan netwerken, samen zaken gaan opzetten. En het zal best wel goed verlopen. Oké? Dus als je besloten zaken te gaan opzetten en dat soort of thing, ik zal best wel goed verlopen. We hebben de energie van de drie van Pentacles en dit is zeer positief, omdat ik zie een goed samenwerking. Het is een maand van netwerking, 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 netwerking. Het is een maand van de opzetten van een goede baan, goede zaken, de juiste zakelijke mensen. Maar voor de rest, het is echt een positief alignment van energie, want ik zie heel veel communicatie, maar goede communicatie, positieve communicatie. De issue, sommige van jullie hebben een onttrek dat was bij jou gedaan en nu krijg je een nieuwe start. Ik zie ook meestal van jullie gaat feestje. Je gaat victoriously overkomt een issue en dit is best wel goed. Je gaat victory krijgen in een issue of krijgen fun en issue dat is gespeeld voor een hele lange tijd. Ik zag dat je komt binnen en je denkt, hey, nou, doorzetten voor morgen. Deze shit is achter mij. Nu ga ik full out voor op. Dat ga je doen. De enige slechte break, omdat beoordelen is best wel goed, is deze break. Maar de persoon word kapak, oké? Dat was een oneerlijke situatie dat was gebeurd bij jou en de persoon word opkapak. Nou, dames en heren, sommige van jullie gaat even samen gaan wonen, trouwen. Krijg de nieuws dat je wil gaan trouwen. Oh yeah. Dus sommige van jullie gaan echt trouwen. Sommige van jullie gewenst dat je droom kan binnen om te gaan trouwen met iemand die je voor hield. Ik zie heel veel samenwerken, like networking, samenwerken, mensen. Daar is, so it says voor jullie, is. Ik ken dat jullie zijn op vakantie, misschien dat is de energie. Maar de enige slechte dingen wat ik zie is. En ik zie sommige van jullie dat had een vriendje of een vriendin. Dat was een stiermaak of stembok. Jullie zijn. Jullie hebben elkaar teruggevonden. En is heel veel communicatie. Heel veel communicatie. Voor mensen in zaken en als je gaat even samen met een stiermaak of stembok in zaken, het gaat je lukken. Het gaat echt lukken. Het is wat je moet doen, oké? Dames en heren, ik vind je maand zeer positief. Echt samenwerking komt voor jullie en een nieuw start. Alle onnadige situatie dat jullie hebben meegemaakt. Oké? Alle onnodige situatie dat jullie hebben meegemaakt.
word opgelost. Okay. And the focus and the center is over a steermaak of Steenbok person. Okay. Groen geld komt best wel binnen voor jullie. 3 is jullie number. Als je bent een voorkoop, is het best wel een goed tijd voor jullie. Jullie hebben een long-term stability met een steermaak of steenbok. Als je kiest te gaan werken voor deze persoon, je krijgt een heel lange samenwerking met deze persoon. Dus als je kiest samen met de steermaak of steenbok te gaan samenwerken of te gaan trouwen, je krijgt heel veel leuke, gezellige jaar met deze persoon. 3, daar is echt positief. Mensen gaat even zien precies wat is gebeurd. En je krijgt gewoon help. Mensen gaat je echt helpen. Mensen gaat gewoon keihard gaan helpen. Oké. Dames en heren. Ik ga jullie even wensen een leuke, prachtige juli. Ik spreek jullie volgende keer.